En we hadden zin in iets leuks en nostalgisch. Mooi, vandaag zijn we zaterdag en het is tijd om een aantal vlogs te editen. Daar ben ik de afgelopen dagen mee begonnen, maar toen werd ik onderbroken door Stardew Valley. En nu gaat dat niet gebeuren, want mensen slapen er. Hij is toen trouwens voor de eerste keer zelf gedaan op mijn brandwonden. Het is nog altijd heerlijk ugly. En mijn laptop staat weer helemaal vol. Echt zo irritant tijdens het editen. Ugh, ik kan geen nieuwe dingen erin zetten. Maar misschien kan ik wel projectjes die er nog in staan wel bewerken. Echt, die What's on my iPhone is al gevonden. Right? Ja, die staat al online. Oké, die mag weg. Ik ben even naar beneden geweest achter wat tomaatjes. Het zijn van die kleine troostomaatjes. En dit is mijn 10, 11 uur snack. Ik dacht, ik ga eventjes naar beneden om te gaan eten. En toen begon ik met Pokémon te spelen. En toen was het opeens 3 uur. Mijn video staat online, dus ik denk dat ik nog heel even in de tuin ga werken voor mijn aardbeien. Maar misschien moeten we eerst een kalenderbriefje trekken, want we staan nog op vrijdag. Nee, daarvan ben ik geen zo van. Maar bijna komt er een super schattige aan, want die heeft mijn zuster al gezien. Etenstijd! Voilà! Creepy cat. Vanavond was het alleen ik en mijn zusje. En we hadden zin in iets leuks en nostalgisch. We hebben eerst Lachterijk gespeeld. En daarna hebben we H2O gekeken op Netflix. Dat was echt super leuk. We hebben echt een stuk of 7 afleveringen gezien. En die titelsong zit nu weer echt in mijn hoofd. En het was echt heel fijn. En we hebben ook kaasballetjes gegeten en bladerdeeghapjes. Echt super tof om dat eens te doen. Nu deze zalf. Nee, verkeerde zalf. Deze zalf op mijn kind smeren. Ach, het doet echt bijna niks meer in. Ik heb zoiets nodig gewoon. Ik ga deze vlog hiermee ook afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!